Hey, Kershik P Game. Welkom bij een nieuwe episode van Locomotion. En ja, vandaag ga ik helaas deze lijn weghalen. Het levert ons redelijk wat op, maar ik vind het veel leuker om gewoon die bestaande passagierslijnen te doen. En dit komt daar een beetje van in de weg. Ja, dus in plaats van hier, ja, wijk aan zee, heb ik maar gewoon een beetje willekeurig gekozen. Ik ga hier Castricum doen, want dat ligt op deze lijn. Dus dan kunnen we toch nog een station toevoegen aan deze lijn. Dus dan hebben we hier ergens Castricum. Ja, we hebben het dorpje niet, maar we doen het dan maar een beetje bij Beverwijk in de buurt. En dan klopt het wel ongeveer. Doen we hier ergens Alkmaar. Ja, je hebt ook nog Alkmaar Noord, maar dat gaat dan niet meer lukken. Na Alkmaar Noord, dit is nog steeds trouwens de Intercity van het Nijmegen, die we namaken. Alkmaar Noord. Dat gaat niet lukken. Heel gewaard, ja, kan. Schagen, ja, ik moet echt kiezen tussen een van die drie. Want je hebt ook nog Alla Palona. Welke van drie is het grootste station? Ik denk heel gewaard. En geen van die drie dorpjes heb ik natuurlijk. En het zou wel allemaal heel dicht bij elkaar liggen. Dus ik weet niet of ik überhaupt wel iets daarvan moet doen. Misschien kan ik gewoon van Alkmaar direct naar Den Helder gaan. Dat kan natuurlijk ook. Alleen blijven we dan wel voor de sprinters helemaal niks meer over, zeg maar. Je hebt ook nog Schagen hier. Weet je, dan doet de Intercity al alle stations die er zijn en dan slaat hij niks over en dan laten we niks voor de sprinters over, zeg maar. Dus dat zou wel jammer zijn. Maar ja, soms kan het gewoon niet anders. Ik ga nu in ieder geval dit weghalen. Het kost ons wel iets van 7000 per jaar. Wat was het? Per maand? Iets. Wat staat hier normaal? Oh, hier staat altijd per maand. Maar ja, we hopen natuurlijk maar gewoon dat deze extra haltes en extra treinen die we gaan toevoegen aan deze Intercity van het Nijmegen, dat die dat dan ook gewoon weer gaan opleveren. Ja, en het gaat er natuurlijk gewoon vooral omdat het leuk is. Ja, dus ik ga nu even kijken waar we Castricum precies gaan doen. Dit is een nieuwe motorpost. Mochten we ooit iets met post willen doen? Nou, ik doe er meestal niks mee. 52 bags of mail, dat is wel veel. En wat hadden we hier nou ook weer voor gebruikt? Ik had gewoon deze. 1200. Ja, dat is op zich prima. En ik heb er nu 3. Zou het misschien nodig zijn dat we, ja, lijkt op het eerste gezicht niet op, maar dat we meer dat we meer wagons toevoegen. Zitten ze vol? Nee, oké, dat zijn 3 passagiers. Het zijn er 6. Oh, dat valt tegen. Ik dacht eigenlijk dat we wel iets meer hadden. En dit zijn er hoeveel? 32, oké. Okay. En de capaciteit is 72. Dus we zijn nog lang niet aan de capaciteit, zeg maar. Maar soms is er dus nog wel redelijk veel. Alleen hier is echt helemaal niks. En we zitten met deze lijn. Heeft deze lijn een upgrade nodig? Oh, het is vooral veel post. En waarom... Oké, okay, die post komt helemaal uit Leiden, maar die wordt geloof ik nooit geunload. Ja, dat is een beetje raar. Waarom doet hij dat? Dat vraag ik me echt af. Waarom wordt dat nooit geunload? Dat is heel raar. Hier kunnen ook 72 passagiers in, dus dat zit ook nog wel even goed. En ja, het ding is, ik had het erover in de vorige episode. We hebben hier 4 sporen naast elkaar. En ik vroeg me af. Ik heb nu heen, terug, heen, terug. Het zou logischer zijn om 2 sporen in 1 richting te hebben en dan 2 sporen in de andere richting. Maar ja, als je dan kijkt naar hoe het in een station is, dan heb je meestal juist weer 1 spoor heen, dan een spoor terug, dan een spoor heen, dan een spoor terug. Voor zover ik weet, uit mijn eigen observaties, weet je wel. Dus ik weet helemaal niet hoe het zit eigenlijk. Want stel je hebt 4 sporen tussen 2 stations, is het dan zo dat je... Dan zou dit spoor gewoon als heen worden gebruikt, weet je. Dan heb je hier 2 heen, daar 2 terug, hartstikke logisch en overzichtelijk. En dan zou het hier opeens een spoor terug worden. Dan zou die dus, zeg maar, zo moeten switchen, zeg maar. Dat is gek, toch? Of de andere kant op, dat kan ook. Maar in ieder geval, wij hebben te weinig ruimte tussen stations om dat hele wisselen te doen. Dus ik ga het zomaar even laten. Dan is het denk ik ook duidelijker en realistischer voor op de station zelf. Denk ik. Ja, het zou ook best wel chaos worden om dit allemaal aan te passen hier. Want als je het eenmaal hebt gebouwd met die signals, is het best wel een gedoe om het aan te passen. Maar ja, in ieder geval ga ik nu deze lijn afmaken. En dat is dan onze eerste volledige lijn. Want deze lijn naar Vlissingen, die loopt nog maar tot Delft. Dus misschien dat we die ook wel kunnen afmaken. En dan hebben we daadwerkelijk
een paar volledige lijnen. Oké, ik heb even gekeken naar het spoor bij Den Helder. En ik ga proberen dit een beetje na te maken. Bij Den Helder hebben we natuurlijk geen ruimte voor een loop. Dus we gaan weer een beetje doen wat we in de vorige episode deden. En ik ga even kijken of ik dit een beetje realistisch kan doen. Dus eerst maak ik gewoon even het spoor. Naar de bouwt station. Ik heb nu trouwens Alkmaar en ik heb Castricum. Zijn best korte stukken. Maar ja, het is in ieder geval denk ik beter als we die kleinere stations eruit laten. Want anders heb je echt nog veel kortere stukken. En dan wordt het echt gewoon belachelijk. En dan kunnen we er ook heel weinig geld aan verdienen. Want dan komen mensen niet heel ver. En dat duurt allemaal heel lang, omdat iedereen moet uitstappen. Dus dat is ook gewoon onhandig voor de gameplay. Wat wel handig is, is dat we meteen heel veel mensen bereiken, zeg maar. En wacht, ik ga wel iets minder, iets minder ruimte in beslag nemen. Dan doen we even shipboard construction. En dan doen we meteen even Den Helder docks, heet het dan voor nu. Dan kunnen we dat direct op het station aansluiten. En dat zou best wel handig zijn voor vervoer naar Texel bijvoorbeeld. En dat wil ik ook deze episode gaan doen. In Locomotion, zoals ik zei, het is een heel klein stukje. Maar voor de vorm doen we het er wel even in. Zo, lekker langs station. Wat er gaat gebeuren is... En dan moet ik even goed kijken. De trein komt aan hier op het rechterspoor. Richting Den Helder. Wat hij dan doet, denk ik. Tenminste, ik heb gewoon naar het spoor gekeken. Ik neem aan dat dit dan gebeurt. Wat er dan gebeurt is, dan switch je zo naar het linkerspoor. En dan rijdt hij op die manier achteruit weer terug. En dan vervolgt hij gewoon zijn weg. Dat is hoe ik tenminste denk dat het werkt. En op die manier kunnen we het ook tenminste goed nabouwen in Locomotion. Ik hoop tenminste dat het zo ook een beetje soepel gaat. Tot nu toe hebben we dit wissel gebeuren steeds aan het einde van het station gehad. Maar ja, bij Den Helder komt het natuurlijk niet heel goed uit. En daarom is het ook voor het station gedaan. Dus ik ben heel benieuwd of het een beetje gaat werken. En dat is de lijn. Nu hoef ik alleen nog de turn signals te doen. En dat is dan de volledige lijn van Den Helder naar Nijmegen. Ik heb op dit moment drie treinen. Ze staan nu allemaal stil. Ik ga straks wel even de route doen. Maar wat we dus kunnen doen... Dit is serie 3000. Er komen dan, dat is zeg maar deze lijn, er komen dan nog een aantal letters. Die komen er niet echt achter, maar je hebt altijd, je hebt bijvoorbeeld 30, 39. En die 39 heeft, geloof ik, ik weet niet precies. Chosen name in use already, dat is fijn. Nou ja, dan doe ik dat later wel en dan moet ik daar iets op verzinnen. Ja, dat heeft iets te maken met de tijd waarop de trein rijdt, zeg maar. Hoeveelste trein het is. En dan is er ook iets, een getal dat staat voor de frequentie van de lijn, bijvoorbeeld een half uur of een uur. Op die manier. Dus ik ga, omdat je dat in Locomotion niet echt kan instellen of zo, en omdat je ook geen tijd hebt, is het niet echt logisch om dat te doen. Dus dan doen we gewoon alleen het basisnummer, het serienummer. En dat is 3000 voor deze lijn. Dus ja, zo ga ik het doen. De lijn naar Vlissingen, die kunnen we ook een serienummer geven. Maar die wil ik dan wel eerst even afmaken, zodat het helemaal klopt. En die gaat ook nog door tot Leeuwarden. Weet ik niet zeker. Dus ik ga er nu voor zorgen dat we deze lijn werkend krijgen. Want op dit moment gaat het slecht met onze performance index, omdat die treinen stilstaan. Dus ga ik nu fixen en dan hebben we een complete lijn. Dan voeg ik ook nog wel even een vierde trein toe aan deze lijn. Oké, ik heb nu vier treinen op deze lijn en het werkt allemaal prima. Ze maken redelijk wat winst, dus meer dan eerst, dus dat is fijn. Alleen wilden ze hier bij Den Helder, wilden ze in eerste instantie naar het linkstation. Dus wat ze deden was, ja, ze gingen gewoon rechtdoor. Dan gingen ze terug totdat ze turn seal tegenkwamen. En dan pas namen ze die wissel om op het goede perron te komen. En dan konden ze weer terug. Maar weet je wat het is? We gebruiken dit perron helemaal niet. Dus ik kan de verbinding daarna gewoon weghalen. En dan kunnen ze ook niet meer heen gaan. Dat is even een heel simpele, maar heel praktische oplossing. Want het hele perron kan ook gewoon wel weg op zich. Mocht het ooit nodig hebben, het is er nu nog wel. Zodat we voor de grap even de veerdienst naar Texel gaan doen. En dan ga ik even kijken hoe die haven hier heet op Texel. Even kijken, waar kan ik dit plaatsen? Kijk, eigenlijk is het hier. Maar ik vind het zo belachelijk dichtbij. Ik weet niet of dat echt praktisch is voor het spel. Laten we het gewoon even proberen. Den Burg Docks, zo heet het voor nu even. Build ships. Wat heb ik voor dingen? Diesel ferry, ja. Die kan 32 km per uur, maar dat moet ook wel genoeg zijn voor deze afstand. We gaan hier niet veel aan verdienen.
denk ik. Want het is zo'n korte afstand en het duurt waarschijnlijk alsnog best wel lang. Omdat hij gewoon ja, een relatief groot deel van de tijd aan het opstarten of afremmen is. Heeft hij passagiers? Ja, 4. Dat is nog best wel wat eigenlijk. 3 passagiers approaching Den Burg Docks. Dat gaat ook heel langzaam. 40 km per uur. Dat is de gemiddelde snelheid. Dat is echt heel erg langzaam. Maar het gaat natuurlijk gewoon om het idee. Nou, het werkt. De positie van het haventje klopt geloof ik nog best wel goed. Ik geloof dat het eigenlijk meer hier zit. Maar ja, laten we het gewoon hierop houden. Dan is het nog tenminste een beetje een tocht voor die boot. Dus ja, de eerste verbinding met de Waddeneiland. Ik heb er ook al die andere plaatsjes waar de veerpont vandaan gaat. Je hebt die Harling, is denk ik voor Vlieland en Terschelling. En dan heb je Holwert. Dat is voor, ik denk, Ameland en Schiermonnikoog, lijkt me dan. Wat hebben we hier nog? Oh, dit is gewoon een vertakking van Schiermonnikoog. Dat is niet de bedoeling. Ja, in ieder geval, dus dat is iets wat nu werkt. Ik ga straks even kijken naar de namen. Die haven heet geloof ik iets van het Hoorntje. Iets in die geest. Want je hebt ook een redelijk grote plaats op Texel en dat is Den Hoorn. En misschien valt het dan daaronder of zo. Den Burg Docks mag trouwens ook wel een aantal passenger stops. Ik wil nu Rotterdam Airport gaan maken. Ja, daar had ik al de plek voor vastgesteld. Alleen had ik toen de tijd geen geld om dat te doen. Dus nu wel. Delft is hier een beetje naar gegroeid. Maar dat gaan we natuurlijk allemaal weghalen. Kijken of hier een airport in past. Schiphol is een, nou tenminste, kijk, ik heb Schiphol gebouwd toen er echt in 1955 of zo zal het denk ik zijn. Medium airport. Oké, we hebben nog geen large airport. Dat is niet erg. Als we dat hebben, dan vervang ik Schiphol wel voor een large airport. Oké, daar gaan we het plaatsen. Ik heb zo het idee dat het echt heel dicht bij Delft ligt, maar ja. Ik kan het niet echt veel dichter bij Rotterdam leggen. Tenminste op de manier waarop ik nu alles heb gedaan. En er gaan nu natuurlijk nog wel opnieuw huizen bouwen. Die weg omheen kan ik weghalen. Maar ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Het geeft het idee dat het airport daadwerkelijk bereikbaar is. Want heel vaak in locomotion heb je dat er gewoon geen weg naar dingen toe is. Kijk, nu kunnen we voor de grap een lijn instellen van Schiphol naar Rotterdam. Dit ga ik ook wel doen. Maar ik ga dat denk ik maar even met één vliegtuig doen. Waar gaan we voor? 160 passagiers, 972. Ja, dan gaan we toch hiervoor. Of ik kan hiervoor gaan, want die is veel goedkoper. Ja, laten we maar even kijken. Dit is toch niet echt iets waarmee we winst gaan maken, want het is zo'n kort stukje. Nou, misschien maak ik er wel winst mee. Wie weet, maar het is in ieder geval niet het meest praktische om te doen. Kijk, hij is versneld en nu is hij alweer helemaal aan het taxiën. Hij is al 2 keer te ver, weet je wel. Ja, gemiddelde snelheid 246 van de 970. Dus dat is niet zoveel. Hoeveel mensen staat erin? 18, oké. Het is tenminste iets. Oh, dat was niet de bedoeling. Wacht hier veel mensen? Ja, 37. Het is iets. Kunnen we dit nog verder uitbreiden naar Amstelveen? Nou, dat heb ik ook al gedaan eigenlijk, grotendeels. Kunnen we nog net iets meer passagiers pakken. Zo. En veel verder kan ik ook niet aan deze kant. Ja, ik kan. Nee, oké, eigenlijk kan ik er niks mee. Dus dat is dat. Dus ik heb een veerpont. Ik heb Rotterdam Airport. Dan ga ik even, ja, zoals ik zei, nog heel even kijken naar hoe dat haventje heet. Even kijken hoor, 19 passagiers, 18 passagiers. Ja, het heeft denk ik geen zin om hier 2 vliegtuigen toe te voegen. Maar gewoon even voor het idee om te laten zien dat het werkt. Kunnen we ook nog met Eindhoven Airport doen als we daar aan toe komen. Oh wauw, dat is heel erg gegroeid. Wat is nu onze grote stad eigenlijk? Breda, oké. Interessant. Echt de steden waar ik niks mee heb gedaan worden het grootst. Altijd grappig. En dat komt ook echt elke episode terug. Elke episode kijk ik ernaar. Er zijn een paar nieuwe treinen, dat wel. Dat wil ik ook wel laten zien. Ja, ik zeg Oké. Deze is ook nieuw, die heb ik nog helemaal niet gezien. Dit lijkt echt al. Kijk, alle treinen tot nu toe gaven niet echt het karakteristieke NS-beeld, weet je wel. En dit is de eerste die dat wel doet. Nou, dat is wel leuk. Ik ga even. Wat ben jij? Planté, yellow. Even opzoeken waar het voor gebruikt werd. Hij is wel snel. Ik kan 140. Er kunnen ook. Hoeveel passagiers waren het? Bijna 300 passagiers.
meer dan 300 passagiers. Dat is mooi. En we hebben ook iets anders nog. Ik kan die even niet vinden. Oké. Okay. Ja, dat is deze plant V. Ik dacht dat hier ook nog een lange van was. Maar die is dan blijkbaar al weer weggegaan voordat we hem hebben kunnen gebruiken. Nou, in ieder geval heel veel nieuwe dingen. Ik weet niet eens of ik dit al heb laten zien. Maar ja, gewoon omdat dit zo goed het karakteristieke NS, de karakteristieke NS skin heeft, zou ik deze best wel graag willen gebruiken. En ik denk dat ik hier even, ik zet hem hier even neer. Hier gaat iets mis. Ik moet hem denk ik maar even, kan het beter even weggaan, anders gaat die trein nooit rijden. Daar komen we later wel weer op terug. Dit stukje spoor had ik trouwens toegevoegd om gewoon treinen op die lijn zeg maar te kunnen laden. Zonder dat ik andere treinen in de weg zat. Ja, dat is allemaal heel mooi. Ik ga een paar dingetjes of Kerma checken. En dan ga ik de lijn vanuit, wat was het? Ergens. Nou, ik dacht Leeuwarden, maar in ieder geval naar Vlissingen. Ik ga eerst even naar het zuiden en dan kijken we later of we nog aan dit noordelijke gedeelte toekomen. Zou ook wel leuk zijn, want hier hebben we nog helemaal niks gebouwd. Oké, we zijn nu echt een heel stuk verder in de tijd. Ik heb hier een paar dingetjes opnieuw gedaan. Ja, we hebben nu Rotterdam Blaak en dat is eigenlijk... Ja, we hadden hier altijd een station, dat was voor goederen, dat was voor olie. En dat heb ik maar Rotterdam Centraal genoemd. De eerste lag trouwens ongeveer hier. Nu ligt het meer hier. Ligt op de plek van Rotterdam Blaak, dus zo heb ik het ook even genoemd. Dit is even ons goederenperron. Ik heb even één perron gedaan, want dat was eigenlijk waar we maar ruimte voor hadden. En ik had toch geen ruimte voor een loop, dus we moesten weer die wisseltruc doen. En dan heb je aan één station op zich genoeg. En het is nou niet echt dat die treinen elkaar heel erg in de weg zitten. Want ik kan natuurlijk wel maar één trein tegelijkertijd laden. Dus dat is wel een beetje onhandig. Maar ik zie niet vaak voorkomen dat ze elkaar echt in de weg zitten. Want ze hebben zich nu redelijk goed verdeeld over het spoor. Het loopt trouwens hier naar dit station. Dus dat is het goede station. Dan hebben we hier die vervelende Euromast. Die kan ik niet weghalen. Kijk, het is leuk om het te hebben. Maar ja, het staat zo in de weg van dingen. Dus je hebt hier... Rotterdam Blaak ligt ook op deze lijn naar Vlissingen. Ik heb het steeds over dat hij naar Leeuwarden gaat, maar dat is een andere lijn. Hij gaat maar door tot Lelystad, dus dat is niet zo ver. Dat is zeker te doen deze episode. Maar ja, dit kost alleen even tijd om te reorganiseren. En ik heb hier ook de toekomst in gedachten gehouden. Kijk, voor deze lijn gaan we van Rotterdam Centraal naar Rotterdam Blaak. Het zijn hele korte stukjes. Ik heb daarom deze twee perrons voor Rotterdam Centraal een beetje ver opgeschoven, zodat het nog een redelijke afstand is naar Rotterdam Blaak, want eerst zat het echt hier en dan waren het echt letterlijk vier blokjes. Dat is een beetje belachelijk. Deze twee perrons, die zijn wel weer dicht bij Rotterdam Blaak, maar die zijn helemaal niet verbonden met Rotterdam Blaak. En dat is omdat dit wordt een hoge snelheidsspoor. Dus voor de Intercity direct en die gaat door tot Breda, geloof ik. En het is natuurlijk voor de Thalys. Ja, die gaat niet over dit traject. Het traject loopt ongeveer zo. Ongeveer. Ik moet even kijken hoe we dat precies gaan doen. En er stopt alleen in Amsterdam Centraal, Schiphol en Rotterdam. Dus ja, het heeft helemaal geen zin om die op dit traject te laten gaan. Want dan wordt het niet echt een hoge snelheidslijn. Want je moet die steeds op elke trein wachten hier. Dus daar moet echt een apart spoor voor komen. Dat spoor moet uiteindelijk hierop uitkomen. Op dit gigantische perron wat ik heb gemaakt voor de hoge snelheidstreinen. Heb ik even alle ruimte voor genomen en dan kan het hier gewoon doorgaan. Ik geloof dat het wel... Ik moet even kijken of die langs Dordrecht gaat. Er stopt niet bij Rotterdam Blaak, heb ik ook geen bron nodig. Maar je ziet dat het allemaal net paste. En ja, ik moest er wel natuurlijk voor zorgen dat dit station olie ontving of chemicals ontving. Dus dat heb ik nu ondergronds maar gedaan. Dat is op zich wel een goede oplossing. Bouw gewoon een weg ondergronds en dan de passenger stops daar, want hier heb ik helemaal geen ruimte voor passenger stops. En Rotterdam is heel erg gekrompen en ik zie zelfs wegen veranderen naar zandwegen, omdat ik eigenlijk echt alle gebouwen heb gesloopt. Niet echt een goede zaak natuurlijk. Je moet hier snel wat passagierstransport op gang krijgen, zodat het allemaal een beetje wordt opgelost. Nou, deze lijn haalt als het goed is ook wel al passagiers op in Rotterdam. Want ik heb hier nu gewoon even een wissel gedaan. Dus dat is hoe die weer op het andere traject terecht komt. Ja, dat is toch wel wat hoor, 43 passagiers. Dus dat is wel mooi. Er is alleen wel iets mis met die post. Ik weet niet zeker wat er mee aan de hand is. Maar ja, daar ga ik me ook niet heel druk op maken. Dus dat is de situatie nu. Heel veel dingen herbouwd en het wordt echt
heel erg veel spoor hier. Maar ja, dat is natuurlijk alleen maar realistisch. Nou ja, het is allemaal wel een andere schaal, maar dat weten we nu allemaal ook wel. Dus ik ga even kijken hoe dat spoor verder loopt met de hoge snelheidslijn in gedachten. Die loopt ook hier ergens, daar moeten we ruimte voor hebben. Het moet allemaal een beetje kloppen. En dan trekken we deze lijn door naar Vlissingen, zoals hier in het echt ook is. Oké, ik heb een paar nieuwe stations toegevoegd. Ja, hier van Dordrecht gaan we naar Roosendaal, naar Bergen op Zoom, naar Goes, naar Middelburg, naar Vlissingen. Dus dat is deze lijn. Hier zijn drie kleine stations van plaatsjes die ik niet eens kende. Ik kan hier best één of twee kleine stations doen. Nou, liever één dan. Maar het heeft voor de gameplay helemaal geen zin omdat er gewoon geen bebouwing in de buurt is. Dus ik zou het op zich nog wel kunnen doen, maar het heeft gewoon geen zin om daar een trein te laten stoppen. En ja, dat er dan vervolgens nul passagiers instappen. Dus dat is gewoon onhandig. Dus daarom heb ik het gewoon bij deze stations gehouden. Je hebt ook nog Vlissingen, Soeburg, daar stopt deze lijn ook. Vlissingen ligt eigenlijk meer hier, maar ik wou liever niet door Middelburg heen gaan, want er is ook wel heel veel huizen weg moeten halen. Dus die ging een beetje aan de rand. Dan viel het allemaal wel mee. Ja, er is gewoon geen ruimte voor een extra station hier tussen. Dus dit is even hoe ik het heb gedaan. De Bergen op Zoom ligt eigenlijk eerder hier. Maar ja, ik wou natuurlijk wel een beetje ruimte tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. En het zijn echt alsnog maar 10 blokjes, maar dat is maar even hoe het moet zijn. Ik heb overal turnsignals, dus ik kan nu gewoon gaan rijden. Maar ja, waarom zouden we niet alvast even Lelystad doen? Er is een lijn. Ja, er is een lijn op dit traject die doorrijdt tot Lelystad, maar er is ook een lijn die doorrijdt tot Leeuwarden. Dus dat had ik blijkbaar wel goed, maar ik was een beetje in de war geraakt. Er zijn gewoon een paar verschillende lijnen op dat traject, maar ik ga het voor nu even tot Lelystad doen en daarna wil ik wat anders gaan doen voor de laatste paar minuten van deze episode. Zoals we Lelystad hebben gehad, ook heb ik het station al gebouwd, dus dat gaat allemaal heel makkelijk. Want je moet eigenlijk zo'n city station doen. Ja, ik zoek de stations op en als het meer op dit lijkt, plaats ik dit en als het meer op dit lijkt, dan plaats ik dit. En het is eigenlijk lastig te zeggen. Dus ik weet niet of het allemaal klopt. Maar het maakt ook in principe weinig uit. Dan ga ik even naar Lelystad. Doe ik even off camera. En dan kunnen we treinen gaan inzetten. Ik denk dat ik er 5 ga doen. En weet je wat dat is? Ik hoef geloof ik helemaal niet die hele route in te stellen. Ik geloof dat ze er ook wel komen, want ze volgen gewoon het traject, ze volgen de turnsignals en ze stoppen toch wel overal. Dus het heeft helemaal geen zin om dit helemaal in te vullen, denk ik. Dus dat ga ik eerst even uitproberen straks. Kijken of het lukt zonder dit helemaal in te vullen. Aangezien dit Lelystad Vlissingen is, ga ik ook meteen even de, hoe heet het, zoeken die daarbij hoort. Dat ga ik in ieder geval even doen en dan ga ik die 5 ook meteen de goede serie naam geven. En dat ga ik allemaal doen en dan ben ik zo terug. Oké, het is met een paar keer proberen gelukt om die naam een keer goed te krijgen. Zodat het ook op volgorde staat. Want ik moet steeds kleine dingen aanpassen, want anders zegt hij dat hij al in gebruik is. Maar nu heb ik het zo weten te krijgen dat ze gewoon netjes op volgorde staan. Dus dat is op zich wel fijn. Het is blijkbaar 2600. En ik ga ze nu allemaal aanzetten. Ik heb dus wel nog de route moeten doen. Dat is ook best wel logisch eigenlijk. Ik was even vergeten dat we Hoofddorp hadden. En ja, deze trein stopt niet in Hoofddorp. En als we hem gewoon zijn eigen gang laten gaan, dan gaat hij wel in Hoofddorp stoppen. En ja, dan klopt het weer niet. Dus daarom moet ik die hele route doen met 31 punten. Er zijn nog wel een paar andere plekken. Ja, zoals bij Den Haag, weet je. Wat hij zou doen is, zonder dit waypoint, zou de trein hier op gaan rijden. En dan zou hij naar Den Haag Centraal gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ik hoop dat het nu werkt. Ik heb ze hier allemaal klaar zijn. Een soort van depot. Ik ga als eerste maar deze starten. En als deze ongeveer bij Amsterdam is, dan start ik de volgende wel. Is het een beetje goed verdeeld. Dus ik ben in de eerste instantie natuurlijk heel erg benieuwd of dit... weet je wat het is? Het heeft best wel even tijd gekost om dit allemaal te doen. Dus de mensen zijn allemaal weg bij de stations. Het gaat even duren om op gang te komen. Dus de eerste paar stations, eerste paar rondjes misschien. Nou kijk, daar zijn wel mensen. De volgende moet gaan. Zullen we niet heel veel passagiers zien. Dat zeg ik dan wel, maar nu zijn er toch opeens 72 passagiers. Dat betekent dat ze allemaal een tweede passagierslocomotief nodig hebben. Dat is stom. Had ik dat maar eerder geweten. Dat ga ik dan bij deze even toevoegen. Want kijk, het ding is juist, ik dacht ik verdeel ze één keer goed. Dus ik start het allemaal heel netjes en gestroomlijnd. Dan is het netjes verdeeld en dat is handig. Nu moet ik weer sommigen een extra locomotief geven. Dan moet ik ze daarvoor ook weer stoppen en is het weer niet verdeeld. Dus ja, we zullen het nooit echt perfect krijgen, denk ik. Ik moet eigenlijk al lang die derde gaan starten.
Zo. Nou, deze mag gaan. En die vierde is ook al bijna weer aan de beurt, denk ik. Of is... Oh, wacht. Oké, okay, twee is nu pas bij Amsterdam. Dus dat is dan nog wel redelijk verdeeld. En ik ga niet die naam aanpassen, anders kan ik er straks niks meer mee. Het kost natuurlijk ook wel iets meer tijd om te laden als hij 72 passagiers moet laden. Dus daarom is het wel zaak dat we dit allemaal een beetje gelijk afgesteld krijgen. Dus als deze hier toch al stopt, ga ik hem ook nog even sluiten zodat ik een extra wagon kan toevoegen. Dan is het ook meteen geregeld. En dat doe ik dan ook even bij... oh, dit is nummer 1. Oké, okay, dan moeten we even op zoek naar die andere. Die is hier nog. Oké, okay, als hij stopt in Den Haag, ga ik hem even stopzetten en dan voeg ik deze toe. Oké, okay, dus dan is dat allemaal geregeld. Oh, er zijn weer een paar nieuwe dingen. Plan W. Interessant. Ik heb niet eens tijd om al deze dingen, om al die nieuwe locomotieven uit te proberen. Ik denk dat het ondertussen wel tijd is voor 4. Waar is 3? Ik weet niet, hij is vast al lang voorbij. En dan hoop ik dat het zo een beetje oké is verdeeld. Ik heb gewoon gekeken van, we hebben 15 stations in dit traject. Oh wacht, ik heb helemaal geen rekening gehouden met de terugweg. Dat is best wel stom eigenlijk. Nou ja, dus het is waarschijnlijk niet heel goed verdeeld, maar we moeten het er maar even mee doen. Ja, waar zijn we nu? Even kijken of treinen een beetje... Kan ik dat hier niet gewoon zien, hoeveel passagiers bij zich hebben? Nee, kan ik niet zien. Maar ik kan ze wel allemaal openen. Dat ga ik dan ook maar doen. In ieder geval bij een paar. 10 passagiers, 1 passagiers, 14, 8, 8. Ja, het was net bij Schiphol denk ik gewoon even eenmalig dat het zo druk was. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we hier daadwerkelijk vluchten hebben die aankomen. In ieder geval heel leuk allemaal. En we hebben in ieder geval de capaciteit. Dus mocht het nodig zijn, ja, kunnen hier gewoon 144 mensen in. Nou, hier 100 passagiers waiting. Dat zou nog best wel eens... ja, die zijn er net allemaal ingegaan. In welke zitten die? Dat kan ik nou niet zien eigenlijk. Of die zijn gewoon in een vliegtuig gegaan. Ik dacht dat ze in de trein gingen. Nou ja, dat waren dus blijkbaar maar 2. First passengers in Middelburg. Ja, dat kost even om op gang te komen zoals ik zei. Maar ja, Goes is nu op gang gekomen. Dus daar wachten die passagiers. Dat betekent dus ook dat mensen naar Middelburg kunnen. Vlissingen is ook op gang gekomen. Dus ja, dat komt allemaal langzaam maar zeker. En je ziet dat ze nu ook... Oh nee, wacht, dat zijn die van naar Den Helder. Deze doen het een stuk minder goed, maar dat gaat ook nog wel stijgen. Die Den Helder doet het echt verrassend goed. Ja, ik neem aan dat dit nog wel gaat stijgen. Ik heb trouwens gekeken. Ik denk dat het straks van toepassing wordt, want ik wil een sprinter doen. Tenminste, sprinter zoals het nu is. We hebben hier allerlei dingen. Je hebt hier plan T en plan V. Die werden vroeger gebruikt als stoptrein. Ja, dus tegenwoordig sprinter. Er zijn er, denk ik, geloof ik, nog wel een paar in gebruik. Maar die zijn grotendeels vervangen door, ja, sprinters. Maar ik kan nu gewoon een sprinter pakken van nu. En dan stop ik er gewoon zo'n stoptrein op. En dan klopt dat allemaal. Maar sommige van deze werden ook wel gebruikt voor intercity lijnen. Dus we kunnen ze eigenlijk voor beide gebruiken. Maar ik wil wel graag onderscheid maken, dat is het ding. Dus dan blijf ik gewoon deze blauwe NS1200 gebruik ik voor intercity lijnen voor nu. En dan gebruik ik gewoon deze voor sprinters. Ja, kan ik wel deze gebruiken, maar zoveel passagiers gaan we toch niet vervoeren op dit moment. Ik heb ook nog plan U. Weet niet wat dit is. Kan ik opzoeken. En we hebben ook nog plan Q. We hebben eigenlijk te veel om op te noemen. Dus nog even heel kort, een paar minuutjes. Wil nog even een sprinterlijn toevoegen. Dan hebben we tenminste een beetje dat onderscheid gemaakt. Oké, dus dat was zo voor alles voor deze episode. Ik heb even deze stoptrein toegevoegd. Het is denk ik geen succes. Het is heel jammer. Ja, ik heb hier Amsterdam-Zuid, maar dit zorgt er gewoon voor dat hier gewoon zo'n gigantische rommel komt. En dat komt ook door het Muiderslot. Ik vind het heel jammer dat ik dat heb geplaatst nu. Maar ja, ik kan er niet meer weghalen natuurlijk. Kijk, we zijn hier bij Hoofddorp. Als het goed is, keert hij nu om. Gaat hij naar het andere spoor? Ja, dat doet hij. Hij blokkeert hier wel alles, dus weet je wat het is? Dit moet gewoon... oh, dit is een probleem. Hier moet er... dat was ook niet de bedoeling. Maar ja, ik zet hem wel even hier neer of zo. Hier moet er gewoon minstens 4 sporen komen. Want dit is echt helemaal niet netjes en niet handig. En Schiphol kan ook nog wel extra brons gebruiken. Ja, of ik moet deze sprinter gewoon weggaan natuurlijk. Wat doet hij hier? Hij gaat helemaal de verkeerde kant op. Oké, stop het Schiphol Airport. Dan zet ik hem daar wel neer. We zijn hier eigenlijk niet echt klaar voor.
het is misschien net een stapje te ver voor hoeveel ruimte we hebben. En het ding is, ik kan hier ook wel ondergronds mee gaan. Oké, heb ik nu geen ruimte voor, maar ik zou het een beetje kunnen verplaatsen normaal dat ik hier ondergronds zou kunnen gaan. Maar je hebt ook gewoon lijnen die stoppen op Amsterdam-Zuid en in Amsterdam-Bijlmer Arena. Oké, dat is dan een heel kort stukje. Maar ja, om het realistisch te maken, zou ik dan wel allebei aanklikken. En dan zou je toch hier rechtsaf moeten kunnen staan. En het kan niet als je hier ergens in een tunnel zit. Dus dat is de reden waarom ik dit maar allemaal bovengronds heb gedaan. Dus, heel lastig allemaal. Ik zie dat er nu echt niemand is. Maar ja, als hier veel treinen komen, dan is het gewoon echt een chaos. Iedereen moet altijd op elkaar wachten. Oh, kijk, hier zie je het. Misschien. Kijk of dit... Ja, dit gaat niet goed. Dit is niet best, oké. Dus we hebben nu... Ja, hij kan nu gewoon niet verder. Omdat alles met elkaar in verbinding staat. Hij denkt nu dat hij op een trein moet wachten, maar dat is helemaal niet zo. Ik vraag me af of ik dit zou kunnen oplossen. Oké. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Natuurlijk heeft het geen zin. Ja, kijk, dit is dus een beetje het probleem. Ik denk dus niet dat we dit kunnen doen. Het is jammer. Het was wel leuk geweest als het kon. Maar ja, als ik dit steeds moet... hierop moet klikken, dan heeft het natuurlijk geen zin. Want dan werkt het gewoon niet automatisch. En je kan dan ook nog wel eens hebben dat een trein gewoon botst. Dus ik denk dat ik dit voor nu maar beter even kan stoppen. Hier wacht ik ook nog op een signaal. En hier kan ik makkelijk 4 sporen van maken. Maar hier kan ik gewoon niet echt meer sporen toevoegen. Nou, het kan wel. Het kan wel, maar dan moet ik gewoon even die verbinding met Bijlmer Arena vergeten. Dat kan ook op zich wel. Dan ik hier gewoon ondergronds. Kom ik hier bovengronds, gaan we hier gewoon op een apart spoor naar Almere. Dat is misschien beter. Voor nu ga ik hier even een soort van symbolische lijn van maken. Ik zet hem hier even neer. Ja, we doen gewoon net alsof hij rijdt, maar dat doet hij helemaal niet. Hier ga ik een aantal dingen weghalen. Dit gaat allemaal weg. Dit is allemaal net even te veel. En vooral met name dit gaat weg. Zo. En hier zullen... Dat betekent niet dat hier nooit meer problemen zullen ontstaan. Kijk, hier ontstaan nu al problemen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze niet echt goed zijn verdeeld. Ja, het is een heel moeilijk stuk dit. En zeker met hoe ik dit allemaal heb opgezet. Ja, dus het station is er wel. Ik weet niet of we er daadwerkelijk ooit een lijn mee kunnen doen. Ja, als ik hier ondergronds ga, dan zou het wel moeten lukken. Dus ja, dat was zo voor alles voor deze episode. Oh, hier is ook een probleem. Waiting at signal. Ja, welk signal? Ja, dat snap ik niet echt. Waar zijn we? Waarom wacht hij daar op een signal? Het is gewoon nu al te druk. We zitten echt in episode... Wat is het? Kijken, wat is het... Oh, komt het nog steeds door deze? Dan ga ik hem gewoon weghalen. Doei. Werkt dat? Nee, werkt ook niet. Waarom rijdt niemand? Ik snap het niet. Ik snap er helemaal niks van. Dit is echt een chaos. Oké, ik dacht dat is even leuk om de eerste sprinter toe te voegen. Maar dat gaat hem echt niet worden. Dus dat kunnen we wel doen in andere gebieden natuurlijk waar het niet zo druk is. Dus ik hou Amsterdam-Zuid nu nog even als symbolisch station. En misschien gaat het ook uiteindelijk wel daadwerkelijk werken. Ja, dat lijkt me overgoed te zijn. Kijk, de treinen maken wel veel winst. Maar ik neem aan dat die winst nu een beetje is gedaald. Nu ze... steeds hebben moeten stoppen. Nou, dat is toch wel oké. Alleen deze doet het wat minder. Je ziet dat die van eentje van Den Helder helemaal bovenaan staat. En dan, ja, voor de rest is het een beetje verdeeld. Leestad, Den Helder, Leestad, Den Helder. Dus dat is goed om te zien. We hebben in ieder geval genoeg geld. Alleen, ik kan niet verwachten dat het zo snel altijd druk zou worden. Maar, ja, ik moet ook gewoon meer kunnen toegeven dat gewoon niet alles gaat passen. Maar ja, dat is lastig. Je wil natuurlijk alles erin verwerken. Maar dat kan gewoon niet. Dus in de volgende episode ga ik dit fixen. En zorg ervoor dat we hier 4 sporen hebben. Ga ik die rommel bij Hoofddorp oplossen. Ja, dan doen we hier gewoon een tunnel naar Almere. En dan komt het hopelijk allemaal goed. Maar ja, dat komt allemaal later wel. Dus ja, dat was het alles voor nu. Tot de volgende episode.